Holy shit, wat er net is gebeurd, gaan jullie nooit, maar dan ook nooit geloven. Ik kom net van mijn slaapplaats, ik had net ontbeten. En wat er gebeurd is, is ongelooflijk. Ik weet zelf eigenlijk niet wat er precies gebeurd is. Maar ik ga het jullie gewoon laten zien op de... Ik ga het jullie gewoon laten zien, want ik heb... Ja, jullie gaan het gewoon zien. Het is gewoon episch. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Doe zeker een duimpje omhoog. Doe zeker een duimpje omhoog. Knal die like even, zodat wij misschien weer meer dan 1500 likes kunnen halen. Zou super awesome zijn. Maar ik denk wel dat jullie dat moeten kunnen, want het is de vorige keer ook gelukt. Dus ik ben Acid en ik zou zeggen, ja, let's go. Ik ben de Jos van de sportwinkel NV Sportwinkel naar sportwinkel verzamelingen van de beste sportwinkels van België. En wij van de sportwinkel naar sportwinkels naar beste sportwinkels zagen dat de naast zijn fiets gescoopt was. Die jongen heeft geen fiets meer. Die jongen, zijn fiets is gestolen door mensen die zijn fiets gestolen hebben. Dus wij van de sportwinkel, sportwinkel, daar sportwinkels van de sportwinkel, hebben besloten om de Acid een nieuwe fiets cadeau te doen. Maar vooraleer wij zijn fiets tonen, moet er wat reclame gemaakt worden voor de sportwinkel, daar sportwinkels van de beste sportwinkel. En gaan wij natuurlijk wat reclame maken voor de fiets. Want ja, alles is reclame de laatste tijd. Dus ik zal zeggen, geniet van deze reclamespot, gefinancierd, gemaakt en gefilmd door de sportwinkel van de beste sportwinkels van de verzameling van de beste sportwinkels van de wereld. Zeker een duimpje omhoog als je vindt dat deze kleding fucking nice is. Oké, mensen, ik ben Jos. Van de sportwinkel van de beste sportwinkels ter wereld. En vandaag toon ik jullie hoe je sport. Want bij ons vind je alles voor je sport overal. Basketbal, voetbal. Wij zijn de beste sportwinkel. Koop bij ons dan ben je cool. Koop je niet dan ben je niet cool. Maar doe gewoon de sportwinkeldans. Nu we dat hebben gehad, kan ik jullie met trots presenteren. The one and only Acid fiets. Als je deze fiets ook wil kopen, er staat een linkje in de beschrijving voor de fietsenshop van de gratis fietsen van de fietsenwinkel. Check zeker even de link in de beschrijving voor meer fietsen van de gratis fietsen. Let's go. Let's go. Dit is de Acid fiets. Een hele mooie fiets. Echt een coole fiets. Zeer mooi. Mooie kleuren. Zeer schön. Nu is het enige probleem voor ons dat wij het adres van Acid niet weten. Dus wat gaan wij doen? Wij van de fietsenbedrijven, van de fietsen, van de beste fietsen van de wereld, gaan deze fiets inpakken en gaan hem via de post opsturen naar Acid. Let's go. Waar de fuck ben ik? Holy shit. What the fuck? Een cadeau? Wat zou het zijn? Holy shit. Er zit een brief bij. Er zit een brief bij een ingepakt cadeau. En ik kan niet zien wat het is. Holy shit. Een brief. Beste Acid, als je dit gevonden hebt, heb je je cadeau waarschijnlijk al gezien. Mijn cadeau. In de envelop zit er een USB-stick. Op deze USB-stick staat een video die je moet uploaden. Niet van je fiets. Groetjes, de beste fietsenwinkel van de fietsenwinkel, daar fietsenwinkels van de beste fietsenwinkels ter wereld. Maar wat zit er nu in het cadeautje? Ik ga het eens bekijken. Let's go. Oh my god. Het is gewoon een nieuwe fiets. Holy shit. Wow, yo. Deze fiets is fucking sick.
voilà. Dat dacht ik ook toen ik wakker werd en deze cadeau naast me zag. Ik wist eerst niet wat het was, want het was volledig ingepakt. Maar wow, ik heb gewoon een gratis fiets gekregen. Super awesome. Thanks, beste fietswinkels van de fietswinkels der fietswinkels van de beste fietswinkels der wereld. Fucking awesome. Ik ben Acid en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu chill? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Drop een likeje, drop een commentje. Deel deze video met al je vrienden, zodat zij ook weten hoe ze aan een gratis fiets kunnen komen. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ik ga verder ontbijten. Let's go.